Welkom in mijn huis. Welkom mee. We zijn te gast in Edam, de woonplaats van Tom de Graaf. De 18-jarige doelman van Jong Ajax leeft daar samen met zijn broer Olivier in het ouderlijk huis. Mijn ouders zijn sinds de zomer verhuisd naar Curaçao. Dus voor werk, voor mijn vaders werk. En sindsdien zitten mijn broer en ik samen hier in huis. Het is wel verwennen, maar het is wel heel lekker. Je hebt heel veel je eigen ruimte en je kan gewoon lekker doen wat je zelf wil. Ja, en hoe is het om met je broertje dan te wonen? Je broer, je oudere broer? Het is eigenlijk heel normaal, want ik leef al mijn hele leven met hem. Alleen, je mist nu gewoon twee personen. En dat is misschien een beetje het rare aan de situatie, maar verder voelt het eigenlijk heel normaal. Hola. Hola. Hoe waren je testen vandaag? Ja, het waren oogtesten. Dus dan moest je met je ogen een soort van in zo'n apparaatje en dan je weet wel die getallen en letters moet je dan opnoemen. Volgens mij ging het vrij goed, dus ik hoef geen bril. Jij bent terug uit Suriname? Ja, ik ben het. Ik denk dat mijn broer mijn ouders iets vaker ziet. Ik kan natuurlijk niet vaak weg, dus alleen in de winter of in de zomer. En zij komen soms terug naar Nederland. Dus afgelopen zomer kwamen zij wat vaker. Even in oktober nog geweest. En in december voor mijn verjaardag zijn ze nog even geweest. Dus zo wisselen we het een beetje af. Maar gelukkig, het is niet dat ik ze een half jaar of zo niet hoef te zien. Want het voelt ook heel onnatuurlijk om mijn ouders zo lang niet te zien. Nou, heb jij nog lekker getraind vandaag? Jawel. Dat was wel prima. Ik ging partijen doen, veel. Echt alleen kiepstrengen, toen echt een uur lang partijen of zo. Dus dat was wel leuk, gewonnen. Dus ook fijn. Wanneer wist je dat je keeper wilde worden? Ik denk toen ik een jaar of 4, 5 was of zo. Basisschool hadden we een mooie de twee deuren aan elkaar. Dat maakten we dan een goaltje van. En dat was mijn favoriete plekje. Dat was wel heel jong. Ja, nee. Ik voetbalde denk ik vanaf dat ik 4 of zo was. Maar ik wist eigenlijk vrij snel dat ik het wilde gaan houden bij keeper. Het was F1 volgens mij, dat is de jongste categorie. En daar voetbalde ik gewoon in principe. Volgens mij echt overal. Ik rende een beetje het veld over. En toen kwam er een plekje vrij. Dus toen gingen we een beetje doorwisselen. Een beetje rolleren, kijken wie een beetje prima deed op goal. En toen was ik aan de beurt en toen ging het vrij goed. Dus vanaf toen wist ik mijn vaste positie. Nooit meer iets anders gedaan. Nee, het gaat natuurlijk om die ultieme redding en in de wedstrijden beslissen door reddingen te maken. En gewoon weten van oké, we hebben nu vandaag 3 punten gepakt omdat jij een ijzersterke wedstrijd speelde. Maar andersom kan het ook gebeuren natuurlijk. Andersom kan het ook gebeuren, dat is het nadeel van het vak. Hoe ga je met die druk om? Ik probeer gewoon mezelf altijd vrij rustig te houden. Dus juist niet voor mezelf te veel druk opleggen. Dus al is het een grote wedstrijd, probeer ik juist tegen mezelf te zeggen van oké, het is gewoon weer een andere wedstrijd. En doe gewoon je ding. En dan zeg ik ook echt wel tegen mezelf van weer terug naar de basis. Gewoon relax, doe je ding en dan vaak komt het allemaal goed. We zijn nu in, we noemen het de speelkamer. Pingpongtafeltje, dartboard, PlayStation hebben we hier staan. Dus er valt genoeg te doen. Dit is de schuur, maar we hebben sinds een klein jaartje hebben we een kleine gym van gebouwd. We hebben een mooi gereedschap waar we wel wat mee kunnen. Dus ik denk dat mijn broer iets meer gebruik van maakt dan ik, want ik heb bij Ajax natuurlijk kan ik mijn kracht doen. Als keeper is het natuurlijk ook een beetje belangrijk om uitstraling te hebben. Dus ik wil ook van mezelf iets breder worden, iets meer massa aankomen. Zodat als een spits op je afkomt, dat ik denk van dan wil ik niet in de buurt komen. De keuken. Hier worden alle magistrale gerechten gemaakt. Ik kon helemaal niks in de keuken, maar ik heb natuurlijk nu mijn ouders weg zijn, heb ik wel iets een beetje geleerd. Dus ik kan nu wel de basis. Dus ik kan wel een maaltijdje in elkaar zetten, ja. We verdelen de taken wel een beetje, dus soms doe ik de afwas, soms is hij de afwas. Dan hang ik de kleding even op en andersom. En we houden het gewoon een beetje goed bij met elkaar. Dus dat is echt wel prima tussen ons. Merk je ook dat de band veranderd is, die met z'n tweeën hier zitten? Ja, ik denk zeker toen mijn ouders hier nog waren, dat je elkaar iets sneller misloopt als het ware. Dus tijdens de avondeten natuurlijk wel, maar dan heb je niet 1-op-1 contact. En nu hebben we veel vaker dat we even met z'n tweeën wat gaan eten. En, best twee hier wat voor de PlayStation of zo. Dus ja, je krijgt wel een wat hechtere band erdoor. Ja.
mezelf altijd gewoon een stabiele keeper. Dus ik doe wat er van me gevraagd wordt. En ik ben op de lijn sterk. Bij Ajax moet je natuurlijk ook kunnen meevoetballen als keeper. Zeker, zeker, zeker. Vind je dat een leuk aspect eraan? Of heb je zoiets van, liever die bal gewoon in de handen? Nou, ik heb het echt op een gegeven moment het ergste ooit gevonden. Echt, ja? Ja, echt een paar jaar geleden. Ja. Toen kon ik het ook heel slecht. Toen werd ik in positiespelletjes gezet en zo. Nou, dat was echt niet mijn ding. Toen dat gewoon veel gedaan en natuurlijk ga je dan op een gegeven moment stappen maken. Ja. Heb jij voorbeelden van de keepers? Ik begon met Edwin van der Sar. Dat was echt de eerste keeper die ik zag op YouTube-filmpjes waarbij ik wel dacht, oké, hierdoor ga ik keeper wel echt... Een stuk interessanter vinden. Maar ja, nu zijn natuurlijk Manuel Neuer, de Ter Stegen, dat zijn natuurlijk de keepers van wereldniveau. Nu. En dat Van der Sar nu een soort van basis, hoe is dat voor jou? Ja, dat is wel gek. Ja. Maar ja, ook mooi. Een paar keer even kort met hem gesproken en het brengt wel een soort trots met zich mee. Dat is mooi. Wat moet er nog beter voor jou om de volgende stap te gaan maken? Ik vind het soms lastig om uit mijn comfortzone te gaan. Ik ben bijvoorbeeld niet heel sterk in voorzetten. Dat is een van mijn verbeterpunten. Alleen dat is voor mij echt inderdaad uit mijn comfortzone gaan. Want dan komt die voorzet, ga je wel, ga je niet. Het is split second. En nu is het nog te vaak niet. En je moet zorgen dat het te vaak wel wordt. Heel veel mensen hebben natuurlijk zoiets van, ik wil later daar eindigen. En ik wil eerst weer hier. Maar ik zie het echt allemaal wel. Dat is een beetje mijn motto. Maar het is niet nu bij Jong... Een regelmatige start dat je als stiekem durft te dromen over volle Johan Cruijff Arena? Nee, tuurlijk. Ja, dat is iedere jongensdroom, denk ik, die op voetbal gaat. En, ja, ik hoop natuurlijk dat die droom ooit werkelijkheid mag worden. Maar ik ben ook realistisch. Ik weet dat dat nu nog helemaal niet aan te pas is. Dus ik probeer eerst gewoon nu wat wedstrijdritme op te pakken bij Jong. Daar zoveel mogelijk te spelen. En dan vanuit daar ja, misschien de stap omhoog, misschien niet. En, dat zie ik wel. Dat duurt nog wel even. Yeah.